Hallo allemaal en welkom bij deze super random extra video. De mensen die mijn video van gisteren hebben gezien, die herkennen dit al. Want dit heb ik gemaakt in de video van gisteren. Mocht je het niet hebben gezien, kijk even, klik even hierboven. Ik heb even deze video gemaakt omdat ik een aantal mededelingen heb die ik even wil laten weten. De eerste mededeling heb ik het al over gehad in een aantal video's. Maar toch voor de mensen die het nog niet weten. YouTube heeft een aantal veranderingen gemaakt waardoor onze video's helaas niet altijd te zien zijn. Ze verschijnen niet in je abonnementenfeed, ook al ben je geabonneerd op mijn kanaal en dat soort dingen. Aangezien YouTube denkt te weten wat jullie willen zien, gaan ze echt heel erg filteren en dan maar inschatten op wat jullie willen zien. En dan zelfs, ook al ben je geabonneerd op mijn kanaal, komt het er niet altijd te staan. Dus wat je kunt doen als je altijd mijn video's wilt zien en niks wilt missen, klik op het belletje naast abonneren. Als je op dat belletje klikt, dan krijg je altijd notificaties van mijn video en mis je er dus geen eentje. Dus als je een aantal keer hebt gehad dat je mijn video niet zag, terwijl ik hem wel had opgeloopt, dat komt dus waarschijnlijk daardoor. Dus vergeet niet op het belletje te klikken. De tweede mededeling is dat mijn uploadschema gaat veranderen. Ik upload altijd op dinsdag en zaterdag om 1 uur. Dit gaat veranderen naar woensdag en zondag om 1 uur. Dit heb ik gedaan om een aantal redenen. Dit heb ik gedaan omdat ik werk van maandag tot met vrijdag van 9 tot 6. Ik heb geen zin om mijn video's nog te moeten maken na die tijd, dus na werk. Dus ik maak altijd al mijn YouTube video's in het weekend. Dus dan heb ik 2 dagen om al die video's te maken. Ik heb wel eens dat het mij gewoon niet lukt. Zoals afgelopen weekend is het mij niet gelukt omdat ze hier de badkamer aan het maken zijn. En ik dus op zaterdag niks kon filmen, alleen op zondag. En ik moest toen zoveel maken, ook voor Instagram en voor bedrijven, dat ik er gewoon niet aan toe kwam om de video van dus gisteren te maken. Die dus gisteren online is gekomen. Die video heb ik dus vandaag gemaakt. Het is vandaag vrijdagavond. Ik heb die dus op het nippertje nog moeten maken, zodat er op zaterdag gewoon een video online kwam. Dit heb ik nou echt al een aantal keer gehad. Dat ik echt mezelf echt moet stressen om een video nog op tijd te kunnen maken voor zaterdag. Dus nu ik het dus verander naar zondagen, heb ik altijd nog op zaterdag de tijd om nog een extra video te moeten maken als het me het weekend ervoor niet is gelukt. Dus vandaar dat ik het verschuif naar zondag en dinsdag wordt dan woensdag. En de andere reden is ook omdat die dagen mij gewoon beter lijken. Want op zondag is altijd iedereen lekker aan het niksen. En dan is het leuk als er een video van mij komt. En op woensdagen hebben vaak mensen in de middag vrij. Dus dan is het ook leuk als er een video online komt. Dus dat zijn de 2 redenen dat ik verander van uploadschema. Maar de tijd blijft nog wel gewoon 1 uur. Ten derde, en dat is eigenlijk het laatste, en dat is gewoon even iets naar jullie toe. En dat is dat ik jullie gewoon echt wil bedanken voor alles. Ik doe dit echt nooit. Ik heb mijn kanaal al iets meer dan 1 jaar en ik heb het eigenlijk nog nooit gezegd. Ik word zo blij van al jullie lieve berichtjes. En niet alleen onder de video's. Ik krijg altijd superveel DM's via Instagram, via Snapchat. Ik antwoord ook altijd, tenminste als ik het zie. Misschien dat ik ooit een berichtje niet heb gezien. Maar ik antwoord altijd op lieve berichten van jullie. Ik zie ook heel veel mensen mijn looks namaken en het mij toesturen. Ik vind dat super leuk. Echt tag mij in alle looks die je hebt nagemaakt. Ik vind dat echt leuk om te zien. En ik heb echt wel eens dagen dat ik een beetje gedemotiveerd ben en gewoon geen zin meer heb. Ik heb wel eens de neiging om mij te gaan vergelijken met andere mensen die ook even lang bezig zijn als ik en echt veel harder zijn gegroeid dan ik. En dan, ja, ik weet niet, ik ben dan een beetje gedemotiveerd. Want dan denk ik van, ga ik nou zo traag of zo? Terwijl ik dat totaal niet ga. Ik heb binnen 1 jaar 6000 abonnees. Dat is echt veel. Want ik heb een beetje online opgezocht en het gemiddelde na 1 jaar is iets van 2000 abonnees. Dus ik zit al ver boven het gemiddelde en daar ben ik echt zo dankbaar voor. En echt op de dagen dat ik me wat minder voel of gewoon niet gemotiveerd ben. En omdat ik dan weer die berichten krijg en dan denk ik van ja, ik ga gewoon door. Ik vind het gewoon leuk. Ik maak mensen blij en daar ben ik super blij mee. Ook omdat ik echt niet zoveel tijd heb en echt hard werk hiervoor, vind ik het echt heel leuk als het ook wordt gezien en wordt geapprecieerd. En dan ook nog extra liefde voor al mijn haters. Haters tussen 2 aanhalingstekens. Echt nog meer liefde naar alle mensen die disliken en heel naar mijn video gaan haten en stomme reacties achterlaten. Het spijt me dat jullie zoveel haat in je hebben dat je dat soort dingen doet. En dan heb ik het echt over de gemene reacties die ik by the way niet vaak krijg. Het is echt heel af en toe, misschien 2 keer in de maand. Maar echt, en ik meen het echt oprecht, echt liefde naar jullie. Ik hoop dat het
wat er ook is aan de hand in jullie leven, wat er ook is, waardoor die haat ontstaat naar mensen online die je niet eens kent. Ik hoop gewoon dat het beter wordt en echt nog extra liefde voor jullie, want jullie hebben het hardst nodig. So I love you too. Ik zeg absoluut niet dat iedereen maar mijn video's leuk moet vinden. Er zijn altijd mensen die mij gewoon iets minder leuk vinden. Dat kan, dat is geen probleem. Maar ik heb het echt puur over die mensen die echt disliken en echt comments achterlaten waarvan ik denk, nou, dat is niet zo aardig. Als je mijn video niks vindt, klik gewoon weer door, scroll gewoon weer door. Snap je? Het is echt niet nodig om een haat iets achter te laten. Dus echt nog extra liefde voor jullie. Nou, dit was het dan. Dit waren alle mededelingen. Voor de mensen die het niet weten, ik ben super actief op Instagram ook. Ik plaats elke dag iets van een foto of een video. Dus als je dat leuk vindt, volg me ook op Instagram. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt nou dus voortaan op woensdag en op zondag. Dus de eerstvolgende video komt woensdag om 1 uur. Doeg!